Leeuwarden, ja, een magnifieke stad die als symbool, zoals je weet, een, een merkwaardig mislukte scheven toren heeft. Door onderhoven. Die is verkeerd ge gebaseerd, hoe moet je dat zeggen, gefundeerd. En die had even hoog moeten worden als de Dom. Die er al stond natuurlijk. Maar ja, toen zakte die scheven al in de eerste bouwfase. Ja. En dat komt dat die eigenlijk op twee verschillende ondergronden gefundeerd is: zand en veen en ja. Ja, Dan gaat het fout, want dat weten natuurlijk de meeste mensen niet. Leeuwarden heeft ooit aan zee gelegen. Dus dat was een soort, soort strand, dat, dat, dat was het zand, zal ik maar zeggen. Eh? Sterker nog, ja, nu ik toch af van het walen ben, eh, neem nou de Bavo in eh, Haarlem, een grote kerk. De grote markt in Haarlem heette ooit het zand. Eh? Daarom staat die kerk nog min of meer recht overeind. Al hebben ze heel wat avonturen gehad met de toren die later weer veranderd is, door een jum moet je zeggen. Maar je moet op zand, dat, daar, daar kun je iets op zetten. Maar zodra veengrond, dat zand en veengrond, dus als je dat niet goed hebt onderzocht, waarop je, neem de oude kerk in Delft, die staat ook scheef, om precies dezelfde redenen dat de Oldenhoven en Leeuwarden scheef staan. Maar is dat dan een soort van de architect? Ja, nou ja, god ja, kun je dat die mensen verwijten die, waar natuurlijk zelden in staat om eens even solide bodemonderzoek te gaan doen. voordat ze eh, besloten een kerk ja, of een precies. toren te bouwen. Dat doet niet de architect, hè? dat waar doet iemand het, anders. Er ben er wel eens op geweest dat vrijwel alles wel een beetje scheef staat. als je goed kijkt. En er zijn maar heel weinig gebouwen in Nederland. waar niet ergens een schuurtje in zit. Nee. Gewoon omdat het gebouw ook werkt, zal ik maar zeggen. naarmate het langer staat. Maar waarom staat het dom nog vier rechten overeind? Die staat op een zandduin. Ik geloof op zeven meter zand of zo. Nou ja, die staat er nog. Lekker stevig, ja. Ja, dus fundering is een enorm interessant probleem. Mm. Ja, tegenwoordig slaan we palen meestal tot, de, tot, de, een, tot een verre zandlaag die we vinden kunnen. Ja.